gewoon voor hun warens hen. Even kijken nog. Anne, wat is het agendaprogramma van Omroep Landgraaf? Op zaterdag 21 oktober is het podium in Theater Landgraaf gereserveerd voor de jonge muziekgroep Cool Mountain. Het is een betrekkelijk jonge muziekgroep uit het hart van de oostelijke Mijnstreek, waarvan de leden al een behoorlijke muzikale carrière achter zich hand. Zelf ziet Cool Mountain zich als een muzikale reisleider, die de luisteraar meeneemt op, wie kent het ook anders, een muzikale reis. Deze reis neemt ons via Schotland en Ierland met naar de muzikale smeltkroes de Verenigde Staten van voor de Tweede Wereldoorlog. Aanvang is 8:30 en de entree is €10. Al 40 jaar is de toneelvereniging Kiekenzweert uit Nijenhagen erg actief. In dit jubileumjaar zouden ze het blijspel opvoeren met de titel Waar is hij verruk? Dat vroegen we zo maar even af, maar dat terzijde. Deze jubileumproductie werd op een flink aantal weekenden uitgevoerd in de Brandpoort vanaf Agoor. Zaterdag 21 oktober en zondag 22 oktober kan er al een voorstelling metpikken. Lukt het dan net, dan kan er vrijdag 27 oktober of vrijdag 28 oktober en zondag 29 oktober de voorstelling nog zien. Waar net gelukt, dan lukt het wellicht op 3, 4 of 5 november. Kansen genoeg. De stichting Wensulans zal op zaterdag 21 oktober een benefiet darttoernooi houden in het partycentrum Trefcentrum in Hoensbroek. Inschrijfgeld is €8. De helft hiervan geeft naar het prijzengeld en de andere helft is voor het goede doel, te weten Wensulans. Op zaterdag 21 oktober is er Halloween voor de Klinkinger in Mondoverde. Voor alle Klinge Halloween fans organiseren ze dit jaar de eerste editie van Halloween The Little Villains, oftewel de kleine schurken. Om 6:30 opent Mondoverde zijn deuren voor leuke en spannende wandeling door het park. Op verschillende plaatsen in het park zal er griezels en Halloween-gerelateerde activiteiten aanwezig zijn. Tevens zijn er enkele marktkraampjes aanwezig voor lekkernijen en Halloween-spulletjes. En kan je de kinger zich laten schminken in Halloween-stijl, griezelig dus. De attracties van het park zijn ook geopend. De entree is €10 per persoon. Met z'n vieren Halloween. Heb je de scheve schuifel gezien? Helemaal versierd met een spook of 10. Is het grootste griezelfeest. Maar toch zijn we niet bevreesd. Want we zijn stoer, hebben veel praat. Dat hoort zo voor een zeepiraat. Hallo, hallo, Halloween. Dat is griezelen, dat is spoken. Hallo, hallo, Halloween. Wie snel bang is, is gezien. Weet je wat we nu gaan doen? We maken een hoofd van een pompoen. En wie wil dansen, grijp nu je kans. We doen nu allemaal nog een heksendans. We leggen een laken op ons hoofd. Wachten tot de lichten zijn gedoofd. Dan springen we rond en roepen we boe. Nog luider dan een grote gekke koe. Hallo, hallo, Halloween. Dat is griezelen, dat is spoken. Hallo, hallo, Halloween. Wie snel bang is. Dat is spoken. Hallo, hallo, Halloween. Wie snel bang is, is gezien.
we slapen gaan. Blijven jullie toch niet buiten staan? Bij volle maan, rond een uur of twee, komen alle monsters uit de zee. Straks dan is het feest gedaan, maar toch laten wij geen traan. Over een jaar, dan zul je wel zien, vieren wij gewoon weer Halloween. Hallo, hallo, Halloween, dat is griezelen, dat is spoken. Hallo, hallo, Halloween, wie snel bang is, is gezien. Hallo, hallo, Halloween, dat is griezelen, dat is spoken. Hallo, hallo, Halloween, wie snel bang is, is gezien. Op zaterdag 21 oktober is er ook van 10 tot 4 een strikt productenmarkt in de Luciushof in Heerlen. Gekkerinnen kan komen genieten van het aanbod aan strikt producten. Dansen voor de senioren kan in Nersteeuil in het Lauradorp. Dat kan op zondag 22 oktober tussen 2 en 5 uur. Dus pak die dansschoen maar uit de kas en poets ze maar eens flink op. Op zondag 22 oktober is er poep in Theater Landgraaf. Het is een voorstelling over een kleine mol die wil weten wie op zijn kop gepoept had. Ja. De mol kunt eens boven om te kijken of de zon al op is. En ineens weer op zijn kop gepoept. Nou ja, wat goor. Mol gaat natuurlijk op zoek naar de dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat ze het dus in ieder geval niet zijn geweer. Wer dan wel? Gelukkig zijn er twee strontvliegen die hem kunnen helpen. Het is een fysieke, bijna woordloze meester-monster-productie. Een hilarische slapstickvoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar en ouder. De aanvang is om 2:30 en de entree is 4 euro. Ben ze al lid van de bibliotheek in Landgraaf, dan betaalt ze slechts 2 euro. Veel plezier! Mondag 23 oktober hult de Meandergroep een werkfestival, genaamd Fit voor Meander. Tussen 1 en 5 uur kan er dan in Auberge de Rouge Meander in al haar facetten beleven. Ziet ze zichzelf al werken bij Meander? Bij de banenmarkt kennen verzorgende IG, verpleegkundigen en studerenden in deze opleiding nadere informatie opdoen. Waan nog snel inschrijven op het volgende mailadres: socialcontrol@mgzl.nl. Woensdag 25 oktober is er een lezing in de bibliotheek door Petra Stine vanaf 7:30. Petra stelt de vraag: wie gun voor hem met het verschil in onze samenleving? Met haar ervaring als voormalig diplomaat in de Arabische wereld, ze werkt op de Nederlandse ambassades van onder andere Egypte en Syrië, draagt ze bij aan de discussie over wederzijdse beeldvorming tussen het Westen en het Oosten, mensenrechten en omgang met verschillen in leiderschap in de 21ste eeuw. De kosten zijn 3 euro en voor de leden van de bibliotheek is het gratis. Lijkt me erg interessant. Op 26 oktober, donderdag 26 oktober, aanvang 14 uur, organiseert de KBO een orthopedische middag. Dat is een lezing die gaat over diabetes, reuma en oncologische voetverzorging. Wat kennen de complicaties aan de voet zien als je met een van deze ziektes te maken had? En wat kennen we eraan doen om dan ook de voeten zo gezond mogelijk te houden? Je kan je aanmelden tot 23 oktober bij Gerda Bronnenberg.
Dat kan via een telefoonnummer 045 546 0603. Dat kan ook per mail. gerda_1944@hotmail.com. En dan werd er hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee en het lekkers erbij. En dat vindt plaats in Eigelshoven bij de Schoentechniek Vijgen. En dat is in de Laurastraat. Op vrijdag 27 oktober zijn alle heksen, oh, ik hoog dus, vampieren, spoken en weerwolven en andere griezelfanaten uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Theater Landgraaf. In de 30 minuten vindt er dan een mini-voorstelling plaats voor kinder vanaf 6 jaar en volwassenen uiteraard. Dit griezel-evenement in Theater Landgraaf werd gesponsord door de winkeliersvereniging in Woubach. Kaartjes zijn gratis af te halen bij Lorenzo Fashion. Dat is in de Kerkstraat 12 in Überkover-Worms. Dan volgt er nu een uitnodiging voor een foto-expositie van de fotogroep Abedia in Landgraaf. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf nodigt u uit om op vrijdag 27 oktober om 8 uur aanwezig te zijn bij de opening van de expositie van de fotogroep. De expositie duurt van 27 oktober tot en met 23 november en zal ingeleid worden door de heer Vlekke, burgemeester van Landgraaf. Heel veel plezier! Op zaterdag 28 oktober vindt er een herfstfeer plaats in Dr. Kalshof. Voor het eerst organiseert Dr. Kalshof die herfstfeer. Het is open tussen 10 en 4 en het is entreevrij. Er zijn uitsluitend nieuwe producten en eigen handwerk te koop. Het is dus eigenlijk geen rommelmarkt. Had er interesse in een eigen kruimke, loop dan even binnen bij het Grand Café en schrijf je in door de directe betaling van 15 euro, welke je geheel dan ten goede kunt aan de bewoners van de Dr. Kalshof. Veel plezier! Op zaterdag 28 oktober kennen de liefhebbers van het Johnny Cash genre terecht in het cultuurhuis. De tribute band Church of Cash trakteert zich dan op magnifieke muziek van Johnny Cash. De aanvang is om 8:30 en de entree is 13 euro. Love is a burning thing and it makes a fiery rain. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I felt for you like a child. Oh, but the fire burned wild. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Yeah! Yeah, the ring of fire! Woehoe! In het Theater Heerlen maken we op zaterdag 28 oktober alleskunner Ellen ten Damme met haar band verwelkomen. Met de geweldige muziek uit de jaren 20
waarin Parijs en Berlijn voorop liepen. Maar ook natuurlijk met de muziek uit de jaren 40 en 50. En muziek van vandaag van de dag. Ellen deed het allemaal. Echt super. Aanvang om 8 uur. Entree vanaf 14 tot 33 euro. Dat ligt er aan welke plaats dat ze kiest. Geen paniek! Dat schrijven ze dus in Kerkroo, hè? Want Theater Kerkroo geeft nog een langdurige verbouwing op zaterdag 28 oktober weer open met de klucht Geen Paniek. Een hilarische toneelslapstick over een groep acteurs en hun leven voor en achter de schermen. Aanvang 8 uur, entree vanaf 24 euro. Fanfare Sint-Elisabeth uit de Grunstraat die organiseren een gala-dinnerconcert op zaterdag 28 oktober in het Struitje. De jachthoornblazers Sint-Hubertus uit Nijenhagen die werken ook met aan deze avond. De aanvang is om 19:30 en de kaarten zijn te bestellen via 06-49-779-215. Prachtige dinnerconcert. Lijkt me schön. Op zondag 29 oktober kan er vanaf 3 uur bij het zorgcentrum Heerenveld genieten van een concert door Sint Roches. Roda JC Oldstars. Het project Roda JC Oldstars dreunt in de beleving van Roda JC Kerkrade. Beleving van de wijk, beleving van ontmoeting en beleving van geschiedenis. Ouderen, oudspelers van Roda JC Kerkrade en buurtbewoners werden bij elkaar gebracht om een periode uit de geschiedenis te herbeleven. Elke woensdagochtend tussen 10 en 11 uur kan er in het Roda JC Parkstadstadion kijken of meedoen met de Roda JC Oldstars, die dan hun wandelvoetbaltraining hebben. Vanaf 65 plus kan er meedoen. Walking voetbal van 10 tot 12 op woensdag in het PLA Stadion. Na afloop van de training komen we samen boven in het supporters home en dan drinken we een bak koffie, praten we gezellig na met een stukje vla erbij. Elke woensdagmiddag kan een creatieve kinder tussen 9 en 12 uur deelnemen aan de kindernaailessen in het patronaat van Jong Nederland in Warwig. Cecile Geuskens zal die groep leiden. Let op! Nu volgt ons sport. Kijken naar Anne, wat is? Ik hoop dat er het tussen zit wat er leuk vindt. Tot de volgende keer!